op dit moment het beste goedkope koptelefoonproducten. Blijf kijken. Ja, als we het hebben over koptelefoons, altijd in ons dagelijks gebruik, hebben we het over de Sony's, de LG's, de Bosums. Maar er zijn ook koptelefoons voor boven in de 50-euro-klasses. En die doen het uitstekend. Dit zijn een paar die ik geweldig vind. En laten we beginnen met mijn lievelingsmerk, JBL. JBL is bij mij al jaren de grootste liefhebber van koptelefoons, muziek, oortjes. En dat voor 50 euro aan zo'n koptelefoon. Wauw. Het ziet er mooi uit, het ontwerp. Lekker strak en designerig. Wat we van JBL gewend zijn. En je hebt er meerdere kleuren. Je hebt voor 40 euro heb je een blauwe. Holy damn. En hij ziet er ook nog mooi uit. En voor wit betaal je bijna 50 euro. En voor zwart betaal je juist 50 euro. En voor roze betaal je zo ook weer 50 euro. Of wat dacht je van deze? Dit is meer een kinder-JBL koptelefoon. Maar ja, als je kinderen hebt en ze mogen niet horen dat zo'n hele dure koptelefoon, kun je deze voor de kinderen aanschaffen. Lekker formaatje. Is ook nog kindvriendelijk. En je krijgt ook nog stickers erbij om de koptelefoon misschien te mee bestickeren. En ja, op dat gebied is JBL denk ik wel de enigste die misschien daar iets minder bas in doet vanwege om rekening te houden met de kids. Maar ja, toch, het is wel mooi. En dan gaan we naar iets goedkopere klasses. En dan kom je echt uit op dit soort koptelefoons. Het is een mooie koptelefoon. Het ontwerp is mooi. De look is mooi. En het design. En ik weet niet precies wat voor soort merktype dit is. Maar hij is wel perfect. Het ziet een beetje uit als een koptelefoon die een van mijn collega's heeft. Want een collega van mij, een hele goede collega en ook een hele goede vriend van me geworden in de loop der jaren. Hij heeft ook zo'n ongeveer zo'n koptelefoon. Nou, die heeft een Bas, jongen. Als ik wijs van spreken, wordt dat samen met hem koffie zitten drinken in de kantine. Ik zit ietsje verder en hij zit ook ietsje verder. En hij zet bij wijze van spreken zijn muziek keihard aan. Dan hoor ik het ook gewoon uit zijn koptelefoon. Of heeft hij hem ook onder zijn nek. Dus dit vind ik al heel erg mooi. En verder wat me ook gewoon opvalt is dat het look geweldig is. Maar ja, de look is gewoon geweldig, maar we hebben nog meer. Want je kunt al voor dat voor minder de geld, voor een bepaald bedrag, kun je een Sony halen. En ja, Sony die is ook al heel goed al jaren met geluid. En dat merken we na al die goede dienstjaren nog steeds. En Sony doet echt gewoon alles om de consument om een beetje te laten zien wat ze in huis hebben. Ze hebben hem in zwart. In een nog een keer zwart dus. Dit is een nieuw soort zwart. En ze hebben hem ook in het wit, maar die is uitverkocht. Ja, het is gewoon een Sony koptelefoon. En hij ziet er qua ontwerp super mooi uit. Ook als je dit ziet, je lijkt bijna niet dat je hem op je wordt dat in je oren hebt. Het lijkt meer dat je wordt hem gewoon overheen hebt. En dat is super vet. En dit is meer een beetje zo'n koptelefoon. Vind ik een beetje een tussenmotor tussen de goedkope
en tussen de dure. Dit is gewoon een beetje zo'n tussenmotor. Net zoals de Galaxy Buds 2 van Samsung. Dat is de tussenmotor tussen de Pro en de gewone Galaxy Buds lijn. Dus die Buds 2, dat ze zijn gewoon een beetje net zoals hoe heet dat, als, ja. Die Buds 2 zijn een beetje gewoon een tussenmotor tussen de Pro, dus de beste, en tussen de Plus. Dus de iets minder beste. Maar ja, ze doen wel hun best. En dan Motorola. Als ik het me goed kan herinneren. Ja, het is Motorola. Die hebben ook hun koptelefoons. En eerlijk is eerlijk, ik ben niet zo gek van Motorola producten. Maar zo'n koptelefoon ziet er wel erg mooi uit. Ik vraag me wel af wanneer Samsung eens een keertje met een koptelefoon komt. En net als Apple, waar blijft de nieuwe generatie koptelefoon? Nieuwe HomePod of hoe het ding ook heet? Zo, ik ben een klein beetje moe, maar ja, het is niet anders. En dit is ook wat iets leuks om te zien. Is dat je ook meerdere koptelefoons hebt. Dus qua fashie of wat dan ook. En dit is ook nog een koptelefoon van 16 euro bijna in totaal. Tussen rood en zwart. En hier staat dat je een geheugenkaartje in kan stoppen. Dus je kunt thuis spreken daar muziek op zetten en dan in je koptelefoon doen. Gaat direct automatisch muziek af. Nou, wat wil je nog meer? Wat kan Apple een voorbeeld dan nemen? Wat doen we dan met koptelefoons? En het laatste voor vandaag. Koptelefoons voor 30 euro. En dit is zo'n mooie koptelefoon. Want ik vind die deze look een beetje rondachtig, pizza-achtige puntjes. Vind ik wel mooi. Ik ben sowieso een koptelefoon-fan. Ik heb zelf ook een koptelefoon om te gamen. Maar die gebruik ik heel af en toe als ik met mijn vrienden ga livestreamen of wat dan ook. Of met vrienden überhaupt ga ik gamen online. Daar gebruik ik een koptelefoon voor. Verder is gewoon dat op dit moment qua koptelefoons en smartphones en gadgets is het op dit moment echt een moordpartij. Want iedereen heeft wel een koptelefoon. Apple heeft de, hoe heet dat, HomePod Max. Volgens mij heet die zo, HomePod Max. Sony heeft het met hun Sony koptelefoons. LG heeft het. Motorola, OnePlus. Elk bedrijf heeft dat tegenwoordig. En het is gewoon echt moordend op dit moment. En als je een koptelefoon meent, kijk dan wel even naar de goede prijs, jongens. En ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. Laat eens.